Hallo, my name is Joe en welkom bij een nieuwe video. En dat is deze keer van Wolfenstein 2, The New Colossus. Uiteraard het vervolg op Wolfenstein, The New Order. En dat is een titel die intussen ook al van 2014 dateert, als ik mij niet vergis. Hij heeft ook nog eens een standalone expansion gekregen, genaamd The Old Blood. En die game is dus aangenaam in de smaak gevallen, redelijk onverwacht eigenlijk. Want Wolfenstein gaat al heel lang mee. Dat is een franchise die samen met Doom het first-person shooter genre heeft gestart eigenlijk in de jaren 90. En ja, we hadden dan de oude Wolfenstein 3D game eigenlijk. We hadden Return to Castle Wolfenstein eind jaren 90 op PC. En dat was eigenlijk een uitstekende game. Dan hadden we er eentje op PS3 en Xbox 360 en die viel iets wat tegen. Die kon beter geweest zijn. En nu terug in volle glorie. Helemaal weer mee met de rest van de industrie. En dan vooral ja, nog altijd even brutaal als anders. Waarbij we dus nazi's bij de vleet in de kop kunnen schieten. Of gewoon de benen kunnen afhakken, zoals jullie de rest hebben gezien. Wolfenstein, of deze Wolfenstein reeks zal ik maar zeggen. Dus de Wolfenstein, The New Order, The Old Blood en deze dus, The New Colossus. Spelen zich eigenlijk af in een alternatief geschiedenis. Dus de nazi's hebben wel degelijk de Tweede Oorlog gewonnen. Het speelt zich af in de jaren 60 trouwens, deze game. De New Colossus samen eigenlijk met de vorige game zijn de New Order, dus nummer 1 eigenlijk, zeg maar. Van wat misschien een trilogie kan worden, wie weet. Dus het speelt zich af in de jaren 60. William B.J. Blazkowicz is nog altijd onze protagonist van dienst. Hij heeft meegestreden dus tegen de Duitsers eigenlijk in Wereldoorlog 2. Maar dus ja, die strijd is eigenlijk in deze alternatieve tijdslijn volledig mislukt. De Duitsers hebben gewonnen, ze hebben zelfs de States kunnen veroveren. Dus ze zijn daar binnengevallen, ze hebben dat veroverd. En we bevinden ons trouwens nu eigenlijk in New York, waar een kernbom wel degelijk is gevallen. Dus ja, je ziet hier meteen ook allemaal kapotgeschoten gebouwen. Dus moest je je afvragen waar zijn we ons precies in deze ruïnes. Dit is wel degelijk New York City. Zoals het er zo uitgezien hebben nadat de Duitsers dus er hun kernbommetje op hebben laten vallen. Het spel draait nog altijd natuurlijk dus rond het afmaken van nazi's, zoals we hebben gezegd. Maar dus ook het bevrijden eigenlijk van de wereld alsnog van de nazi's. Daar komt het eigenlijk op neer. Waarmee ze misschien toch wel degelijk gaan terug proberen op te bouwen naar een waarheidsgetrouwe tijdslijn in zekere zin, dus waarbij dat de nazi's zullen geklopt worden. Wie weet, dat is alleszins de insteek. Het zou maar ja, een beetje vreemd zijn, moesten we de nazi's helemaal niet kunnen verslagen op het einde van de franchise. Maar ja, je weet maar nooit. Je ziet meteen ook al dat de combat nog altijd zeer recht toe recht aan is. Dus je kan wel degelijk sommige wapens dual-wielden. Je kan in principe ook stealth gaan. Dat is nog altijd denk ik de beste manier in de meeste scenario's. Maar ja, je kan in principe doorheen alles wel degelijk als schietend lopen, al zou je dan wel over een zeer snelle schietvinger moeten beschikken. Of een trekvinger, zullen we maar zeggen. Want ja, de vijanden die komen nu, zoals je ziet, vol een bak op ons af. Dus we moeten even snel ingrijpen wel. Ziezo. Ik kan spijtig genoeg niet te veel vertellen over sommige andere stukken uit de game, maar ik kan jullie wel bijvoorbeeld vertellen, zonder te spoilen, want dat is denk ik zelfs al vermeld geweest in meerdere reviews en ik denk in footage ook, dat er een stuk is waar je bijvoorbeeld in een rolstoel zit, heel vroeg in de game, en dan zo al rijdend eigenlijk nazi's kan overhoop schieten, terwijl je eigenlijk in een rolstoel ook aan het vooruit rijden bent. Dat vond ik, ja, de originaliteit die erin zit is natuurlijk fantastisch, maar het is vooral het over de top gehalte, hè? Want je gaat ook wel degelijk door in de States, dus je gaat de States bezoeken, je gaat daar ook echt de nazi-vlaggen zien wapperen. Doet een beetje denken aan The Man in the High Castle als je ooit die Amazon Web Series hebt gezien, want dat draaide dus rond de nazi's die ook wel degelijk Wereldoorlog 2 hebben gewonnen samen met de Japanners en dus daar dan de plak zwaaien in de States enzovoort. Ook met een alternatieve tijdslijn. Als je die reeks nog niet hebt gecheckt, zeker eens doen. Dat kan zeker interessant zijn om eens te proberen als je van deze Wolfenstein games al vasthoudt. Maar even terug over de game. Zoals jullie zien is er eigenlijk niet zoveel veranderd. Je pakt nog altijd health kits wel degelijk op om dus zo te healen. Je kan zo, ik denk dat de term overchargen is. Dus je ziet ook meteen dat die health aan het zakken is. Dus je kan natuurlijk niet je health, ik zeg nu maar, boven de 100 zo blijven bijvullen totdat die stabiel boven 100 blijft zitten. Die health gaat wel degelijk zakken. Ja, de armor, dat blijft natuurlijk hetzelfde. Dat zie je natuurlijk nu ook wel. Kijk, nu staat het stabiel op 50 health en 87 armor.
Maar het is dus heel belangrijk om wel degelijk altijd health kits te blijven oppakken, want de combat kan soms onverbiddelijk zijn als je niet oplet. Zeker als je in combat gaat, want je hebt nu gezien, in het begin hadden we daar zo van die twee symbooltjes zo erboven. Dat zijn eigenlijk zo van die kapiteinen die je eigenlijk kan afmaken, die kunnen het alarm broadcasten, dus kunnen uitzenden. Die kunnen alarm slaan en het is dus van groot belang van eigenlijk die eerst af te maken en dan je te focussen op de rest. Ik denk dat we hier even gaan vooruitspoelen, want ik zoek hier mijn weg zoals je kan zien. Het is hier even zoeken in deze ruïnes waar precies onze doorgang is, maar ik stel voor dat we even vooruitspoelen tot we in het metrostel of in de metrogangen uitkomen van New York City. Dus tot straks. Hier zijn we dan aangekomen in het metronetwerkstelsel van New York City, waar alles ook danig aan stukken is kapotgeschoten. Dus we beschikken natuurlijk ook over iets zwaarder materiaal en dat gaan we zeker en vast nodig hebben, want we gaan een paar zwaardere exemplaren van die nazi's hier tegenkomen. Ik wou zeker en vast ook nog vermelden, als je vrij gehecht was aan de personages van de vorige Wolfenstein games, zijnde van dus de nieuwe reeks die gemaakt wordt door Machine Games, dan raad ik jullie al zeker en vast aan om daar niet te vast aan gehecht te worden, want sommige belangrijke personages gaan wel degelijk in deze game neergaan. En daarmee wil ik zeggen wel degelijk definitief neergaan. En dat is ook natuurlijk een van de sterktes van het verhaal, van het spel. Men beschouwt dat het verhaal eigenlijk een van de beste stukken is van deze nieuwe Wolfenstein. En ja, ze kunnen eigenlijk natuurlijk, aangezien dat het draait om een alternatieve tijdslijn, zeggen wat dat ze willen en ermee doen wat dat ze willen. Ze hebben volledig vrij spel natuurlijk op dat vlak. En ja, dat staat natuurlijk in schril contrast met een titel zoals Call of Duty World War II, waar alles zich ja, natuurlijk vast moet houden aan historische gebeurtenissen. En aangezien dat die game meer wordt beschouwd als een titel die been there, done that, dat gevoel zo wat geeft, is deze game eigenlijk een frisse wind. Dus op dat vlak natuurlijk, ja, gaat het al, is er meer variatie en vrijheid en kan er meer gespeeld worden met allerlei verschillende creatieve elementen. Zoals jullie zien zijn we even doorheen de wapencyclusen aan het gaan, want we kunnen wel degelijk wapens ook upgraden. Je kan dus bepaalde upgrade kits terugvinden en daar dan allerlei wapens mee upgraden. En je ziet meteen ook dat het echt duidelijk Duitse wapens zijn. Hè. Pistolen, Sturmgewehr, Laserkraftwerk enzovoort enzovoort. Perks die verdienen natuurlijk door gewoon allerlei challenges te doen tijdens het spelen zelf. En een hoop collectibles, massa's collectibles om meer te vinden. Het zijn er echt veel deze keer. Dus als je wilt gaan voor alle achievements of trophies, afhankelijk van op welk platform je speelt, wees dan bereid om er desnoods een guide bij te nemen. Of als je het zelf op eigen houtje wilt doen, heel, heel veel zelf alle hoekjes te gaan afzoeken. Alhoewel het dan super frustrerend kan zijn dat je op het einde van het spel merkt dat je dan één collectible in één bepaald level ergens hebt gemist. Dan moet je natuurlijk terug naar dat level gaan en terug beginnen zoeken. Uiteraard zit hier geen multiplayer in. Heel belangrijk. Het is een singleplayer-only titel, maar er zit massa's uitdaging aan. Dus je kan eigenlijk de game makkelijk enkele keren opnieuw spelen. En proberen van het op het hoogste niveau te kloppen. Wat trouwens ook weer zal moeten als je alle achievements wilt halen. Trouwens, een heel grappig detail dat we er even nog kunnen bij vermelden. De game is niet gespaard gebleven van kritiek. Want met al die neonazistische invloeden die nu aan het opkomen zijn in de States bijvoorbeeld. Allerlei extreemrechtse sympathisanten die hebben intussen al zelfs hun ongenoegen geuit over dit spel. Geloof het of niet, het is echt waar. Waarbij ze dus hebben gezegd dat ze vinden dat ze gediscrimineerd worden omdat er in een reclamespot of ergens in een stuk marketing promotiemateriaal voor het spel werd opgeroepen om dus zoveel mogelijk Duitsers eigenlijk af te maken en in essentie Amerika te bevrijden van het nazisme. Het is fantastisch eigenlijk dat op die dat nazi's, neonazi's eigenlijk deze dagen zichzelf durven beledigd te voelen door een game, terwijl ze eigenlijk al absoluut zelfs het recht niet hebben om zich als zijnde beledigd
te laten te mogen voelen. Want ja, laat ons gewoon eerlijk zijn, het nazisme is een absolute vuile ideologische strekking die helemaal geen plaats heeft in de wereld. Maar goed, zo zie je maar hoe belachelijk het eigenlijk is geworden. Hè. Iedereen heeft recht op een stem, iedereen heeft recht op ja, zich verwaarloosd of beledigd te voelen. Zelfs die verdomde klote nazi's. Maar in dit geval, normaal gezien roepen we nooit op tot geweld, maar ik zou zeggen in deze Wolfenstein 2 mag het absoluut wel. Schiet al die nazi's gewoon naar de hel, naar de klote. Want daar draait de game natuurlijk rond. Ik denk dat we stilaan een beetje gaan afsluiten. We gaan misschien nog een paar stukjes gameplay bekijken. Je hebt ook gezien, hè, je kan dus inderdaad melee-wapens oprapen, hatchets in dit geval, het zijn van die kleinere bijltjes zo. Je kan die werpen van op een afstand, je kan die wel degelijk ook gebruiken als een melee-wapen. Maar in essentie draait het nog altijd gewoon rond knallen, knallen, knallen. En daar heeft de game overschot aan gameplay aan. Absoluut. Dus je kan daar absoluut niet mee fout gaan als je erop uit bent om de nazi's even ja, enkele zware deuken toe te dienen. Over het einde natuurlijk kunnen we niks verklappen, maar laat ons zeggen dat we toch hopen op een Wolfenstein 3. Want een trilogie is altijd natuurlijk extra leuk. Dat geeft zoiets aan een trilogie. Om ja, iets natuurlijk volledig rond te brengen. En dat kan misschien wel eens gebeuren. Dus we hopen alsnog op een derde game. Deze tweede game heeft alvast ons zeker en vast gesmaakt. En veel andere mensen ook. En als jullie natuurlijk deze game nog niet geprobeerd hebben. Of de vorige games. Dan zou ik al ten eerste zeggen shame on you. En ten tweede ga alvast eerst en vooral, dat is heel belangrijk, The New Order spelen. En als je die al hebt gespeeld, ja, dan wacht deze game op jullie. En daar zie je meteen dat er een van die rot-officieren het alarm even doen afgaan. Dus daar gaan we weer vol een bak knallen. Wij gaan intussen wel over naar de volgende game, terwijl we deze game hier proberen uitgespeeld te krijgen. En terwijl we proberen van zoveel mogelijk nazi's naar de eeuwige jachtvelden te sturen. Voor meer video's omtrent toekomstige games, en die zijn er in overvloed aan het aankomen nog altijd. Hou zeker het kanaal en de sociale media goed in de gaten, want daar plaatsen we altijd wel de links als we iets nieuw plaatsen. Wij gaan intussen de nazi's nog een beetje meer overhoop schieten. Dat heb ik intussen al 5-6 keren misschien gezegd. Maar je kan nooit genoeg krijgen van nazi's de kop in te knallen. Of in te slaan eigenlijk. Of de kop kapot te schieten. En dan stel ik voor dat jullie natuurlijk met de game ook aan de slag gaan. Wij wensen jullie alvast daar veel plezier mee. En dan zien we jullie hopelijk in een volgende video terug. Bye bye!